Van jongs af aan is dit verhaal van Scrooge en The Christmas Carol altijd al, ja, net als Annie of Oliver Twist, altijd zo'n iconisch verhaal geweest in mijn opgroeien. Vroeger kwamen die oude films, die zwart-wit films van Scrooge ook met kerst op tv. Daar zaten wij als gezin van te smikkelen. Ik heb ze denk ik allemaal gezien, van Muppets tot Bill Murray versies tot echt de oude versies. Ik heb het altijd een magisch verhaal gevonden. Eigenlijk vond ik het vroeger best eng. Met drie spoken. Scrooge wordt op kerstavond krijgt hij bezoek van drie geesten. Geest van het verleden, geest van het heden, geest van de toekomst. De drie geesten die geven Scrooge aan hoe het ook anders kan. Zal hij zijn les leren om baatzuchtig te kunnen zijn? Zou hij kunnen delen? Zou hij liefde lief kunnen hebben? Het is echt zo'n kerstverhaal waarin iemand zeer gierig is en aan het einde van het verhaal totaal vrijgevig wordt en tot inkeer komt. Ja, dat is een mooiere gedachte. Bij kerst kan je niet hebben natuurlijk. Het verhaal van Scrooge is eigenlijk niet eens zo gedateerd. Het is eigenlijk helaas wat nu nog steeds speelt. En het is een goede vondst om het verhaal van Scrooge te koppelen aan het lot van kinderen die het hard nodig hebben. 1 op de 12 kinderen leeft in Nederland in armoede. Kinderen in armoede in Nederland, weet je, dat is toch de gedachte. De vraag is eigenlijk, is armoede echt over? Nou, dat is het dus niet. En daar gaan we ons voor inzetten. En het is aan mij de taak als verslaggever om dat doel over te brengen aan de mensen thuis. Volgens mij zitten er twee hele belangrijke lessen in Scrooge. Eén is, je bent nooit af. En twee, geld maakt gelukkig als je het kan delen. Dat je een beetje warmte kan geven in wat voor vorm dan ook. Of het nou spullen zijn of een oor of een appeltaart of nou, ik noem maar wat. Delen is eigenlijk vermenigvuldigen, zeg ik altijd. En dat heeft die Scrooge heeft dat nooit beseft. Ik kijk enorm uit naar het met z'n allen zingen. Het repeteren, daar zijn we al een beetje mee bezig. Dat is al een feestje. Wat ik verwacht van Scrooge Live is een, ja, weer een spektakel. Ik hoop op drone shots en upseilen, weet ik het allemaal. David Schiffors is regisseur. Qua muziek komt ook helemaal goed, Erik van Tijn. Dus ik verwacht een hele mooie combinatie tussen en beeld en geluid. Ondanks dat we misschien het wel eerder hebben gezien, de verhaalvertelling en met muziek en op een locatie, is dit toch weer een totaal nieuwe invulling van een kerstverhaal. De spanning van het live, daar kijk ik ontzettend naar uit. Zin om kerstmuziek te zingen, om dadelijk op dat plein te staan met de vuurkorven aan. Ik kan niet wachten. Ik zou het hele jaar kerstliedjes willen zingen. Ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Volgens mij wordt het heel leuk.